gaat naar rechts om aan al onze zekerheid een eind te maken, maar de lat verbond dat. En dan zit hij er nog steeds niet in. En die ging er echt net niet in. Had nog een onderdikke trap geweest. Dat gaat scheidsrechter doen. Scheidsrechter loopt richting 4 man. Heeft hij zijn kaart al bij zich? Nee, hij is zijn kaart vergeten. Dat levert in ieder geval heel veel hilariteit op hier op de tribunes in het Philips Stadion. Hé, hey, wat gebeurt daar nou? Abraham, die wordt helemaal gek, die Argentijn. Nu oh, de Seunop kan gewoon missen. Dit moeten we nog een keer zien. Ralf Zeuntjes. Verschrikkelijk. Hoe krijg je die er niet in? Doen is leeg, eigen goal! Dat kan er ook nog omheen. Daishimi is helemaal de weg kwijt. Verrast wel een Reuter. Dat zie je toch niet vaak. Jawel hoor. Pasen niet goed. Mauro Junior. Oh, de misser van de dag. Van de week, van de maand. Van het seizoen. Burgzorg. Verwondering, ontluistering in het stadion. Kieft Haarlem. Burgzorg RKC. Gaat nooit meer gebeuren. Nee, nooit meer. Een tante. Ja, dat zal toch liever niks zijn. Mitroglou, de linker elleboog in het gezicht bij Hatsidiakou. Ben je nog een beetje heel? Ja, ik kon niet remmen. Dus het was al glad buiten. Dus, Je had nog geen heks, want dan was je zo die grote in. Goed dat ik mijn apen heb, anders een gat in mijn hoofd. Moet je de apen dan wassen nou eigenlijk? Ik ga zo even spoelen en conditioner erin gooien. Wordt het lekker zacht? Hier, Patinama! Nicky van der Ven, die geen ploeggenoot vindt, maar wel Patinama. Het is de vierde eigen bom vertelt wel al dit seizoen. Zidouf, invaller en die, die zoekt het been van Ben Amar, omdat hij weet dat hij niet zijn gelukkigste avond meemaakt. Die bal is veel te leeg. Oh, en dan Antonia die van een leeg goal mist. Ongelooflijk. Die schiet 5 meter naast.
Onvoorstelbaar. Smits hopeloos in de fout. Ja, dan is eigenlijk de fout van Antonio daarna nog groot. Want dit van de boven een leegdoel in te schuiven. Sambo. Sambo raakt de bal verkeerd en die bal vliegt niet binnen. Tikkie terug, ja. Sambo. De verdediger van PSV zet Telstar op voorsprong. Zwarts, Zwarts en 3-2. Opnieuw de voorsprong voor Excelsior. Rijsers de Miel. Kort bezoek, want hij loopt de bal zo wat binnen. Komt daar de gelijkmaker aan van Huffelkappen draaien en shop. Een eigen doelpunt is het. Dit is goal 3. Die moet je toch wel maken? Hoezo nou? Hoe is het mogelijk? Als eentje vroeger gegarandeerd op zo'n blunder VHS terecht kwam. Missers van het seizoen. Doe maar la, raakt nou, schiet de buik! Oh, 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 oh. Kadu, dat is minstens een grote misser als aan de andere kant. Wat een kans op 2-1. En dit is heel zuur voor Guus Joppe. Notabene de ervaren verdediger toch van Helmond Sport die hier de bal naast zijn goal kan schieten, maar zijn eigen doelman op deze manier verrast. Het zijn niet verwend de mensen hier in de Gelderdome, dus dachten ze, we doen even Dizzy penalty schieten. Dan gaat mensen met een vingertje op een pilon en dan moet je zo snel mogelijk 15 rondje. Oh, 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 oh. Prima. Vanaf een oude publiek. En wacht, hier komt hij. Harrison. Ja. Hop, vangen en een slok. Jan Sommers springt omhoog, die denkt dat hij de bal heeft, maar dat is helemaal niet waar. Het is het hoofd van Diallo dat als eerst tegen de bal aankomt. En Jan Sommers heeft de verkeerde bal te pakken. Was er iets met stoel? Ah, als ik hem gesloopt heb, dan zei ik het wel. Oh, in ieder geval mijn voetbal. Wat is dit? Ja, dat is een wat doe jij dan? Een hele andere manier hier, hoor. Wat doe je dan? Ja, zeg het dan. Een soort van paringsdans. Oh. Ja, misschien komt de tweede er wel aan, wie weet. Mortality is an illusion.